We zijn hier in Hart van de Waalsprong, het stadshart voor de Waalsprong, de uitbreiding van Nijmegen aan de noordkant van de Waal. En we zijn hier specifiek in Hart van de Waalsprong, het gebied waarin 500 woningen, appartementen en 12.000 meter winkels worden gerealiseerd. Ontwikkeling van AM en van Wonen Samen en waarin Hendricks Bouwbedrijf een belangrijk deel bouwt. Ongeveer 100 woningen waarvan we vandaag het feit vieren dat de bouw gestart is. Ik vind het superleuk dat we zo'n bijeenkomst hebben vandaag, want dan kan je toch ook je toekomstige buren ontmoeten. En je kan zien hoe ver de bouw is en het is gewoon gezellig om met elkaar even te kletsen. Ja, de uitdagingen liggen hier voornamelijk in het logistieke gedeelte, dus een compacte bouwplaats. We kiezen voor prefab, dus dat betekent de werkzaamheden worden elders ergens uitgevoerd, zodat we minder verkeersbewegingen hier op de bouw hebben. Maar er staat wel inderdaad één grote uitdaging voor ons, dat zijn grote trailers. In Nijmegen hebben we heel groot tekort aan woningen. Op heel veel plekken in Nederland, maar in Nijmegen is het zeker een groot probleem. De mensen zoeken echt al lang een woning die past bij hun levensstijl. En dan is het natuurlijk toch fantastisch dat we partijen hebben zoals Hendricks die toch goed ook kunnen bouwen. En hopelijk staan de woningen hier volgend jaar en kan de sleutel uitgereikt worden. Voor mij is dit een helemaal speciaal project omdat ik zelf woonachtig ben in Lent en iedere dag op de fiets naar het werk kom.